Dit is de Uithof. Dit is de parkeerplaats van de jaarbeurs. Dit is het Ledig Erf. Dit is de Baleienbrug. Dit is de Galgenwaard. Dit is de Briljantlaan. Dit is de Kroezelaar. Dit is de weg tot de wetenschap. Dit is namelijk het Domplein. Dit is de Utrechtse straatweg in de gemeente Oudewater. En dit is vooral een compilatie van de afgelopen weken. 13 afleveringen van de Tourblok vanaf diverse locaties langs het parcours. De komende 20 minuten de meest bijzondere verhalen. Hij won de Tour de France in 1980 en werd wereldkampioen in 1985. Onderdeel van ons collectieve sportgeheugen, Joop Zoetemelk. En vandaag gaat hij iets heel bijzonders doen. Meneer Zoetemelk, goedemorgen. Een bijzonder iets. Wat gaat u doen en waarom? Nou, we gaan vandaag met Ben en Nino met de tandem rijden. Het parcours van de tijdrit en de opening hier in Utrecht. Voor een programma dat heet De Andere Tour. En nu is het zo, het is nog een beetje een lege parkeerplaats. Straks vindt hier de Tour de France start plaats. Wat gaat hier allemaal veranderen? U als ervaringsdeskundige kunt dat weten. Nou, er gaat natuurlijk heel veel veranderen. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoewel met al die ploegen die aanwezig zijn, met al de media die aanwezig is. Met alle supporters en alle de journalisten, noem maar op. Het gaat een grote drukte worden natuurlijk. Nu zit u straks op een tandem met uw voormalige concurrent Bernard Hinault. Ik zie dat u achterop zit. Dat wordt linkerballen, denk ik. Nou nee, het is zo bepaald. Bernard die rijdt voorop en ik zit achterop. We gaan gewoon dat parcours gaan we doen. Gaan we die opening doen voor de andere Tour. En dat zal wel lukken, denk ik. Ik zei het al aan het begin van dit Tourblok. De Uithof is niet het mooiste stukje van het Utrechtse Tourparcours. Maar er is wel iets bijzonders. Deze PNR-garage die is goed bereikbaar. Maar ook het decor van de klimtijdrit voor amateurrenners. Dus tijd voor een parcoursverkenning. Zonnebril op. Jasje over het stuur. Let's go! Doe het jasje maar even weg, hoor. Maar kijk naar het uitzicht, jongens. Afgezien van de parkeervakken is het echt een berg. Ja, zoals je ziet, het is niet echt makkelijk een plekje vinden voor je fiets in Utrecht. En dat zal met de Tourstart even min het geval zijn. Maar goed nieuws, daar gaat de Fietsersbond wat aan doen. Zij bouwen 20 extra fietsplekken, zoals bij de jaarbeurs. Over 2 maanden staan niet langer deze 2 zielige fietsjes hier alleen, maar krijgen ze gezelschap van 1998 broertjes en zusjes. De Fietsersbond pakt uit met extra fietsstallingen tijdens de Tourstart in Utrecht. We gaan langs het parcours gaan we in totaal 20.000 extra parkeerplekken realiseren, alleen voor die 2 dagen. En we zijn nog op zoek naar extra plekken. De bond heeft ook een aantal luxe plekken in de jaarbeurs voor amateurwielrenners in het assortiment opgenomen. Ja, dat is een bewaakte stalling waar racefietsers hun fiets ook kunnen stallen. Dat betekent dat er wel een vergoeding tegenover moet staan. Het bedrag wordt nog bepaald. En daar zijn ook douches beschikbaar voor de fietsers, zodat ze zich even kunnen opfrissen voordat ze naar het parcours gaan. Er worden in de dagen rondom de Tourstart tussen de 600 en 800.000 mensen verwacht. Op zaterdag is het in de stad vaak al een wirwar van wild geparkeerde fietsen. Zijn die 20.000 plekken eigenlijk wel genoeg? Nee, als het weer zo mooi is als vandaag, dan verwachten we dat 20.000 fietsplekken niet genoeg is. Maar er zijn natuurlijk ook bestaande stallingen waar je terecht kunt. Nou, die willen gewoon een leuke plek hebben waar ze de fiets veilig kunnen stallen. En dat ze ook weten dat ze hem weer terug kunnen vinden op dat moment. Zodat hij niet gestolen is, maar dat hij ook niet door de gemeente weggehaald is. De Fietsersbond lanceert binnenkort ook een speciale app waarmee de fietsers tijdens de Tourstart makkelijk naar de tijdelijke fietsenstallingen kunnen navigeren. Tot ziens. Doeg. Nijntje is uit haar winterslaap. Vorig jaar mocht ze nog op vakantie in Engeland. Toen ze bovenop de auto's van de Utrechtse Tourorganisatie de tourroute aflegde door Engeland, België en Frankrijk. Ze heeft een tijdje binnen gestaan, maar afgelopen weekend mocht ze in België weer naar buiten tijdens Parijs-Roubaix. Gisteren sprak ik Wim Hogendoorn en hij was de projectdirecteur van de Tourstart in Rotterdam in 2010. Hij weet als geen ander wat er allemaal op je afkomt als je zo'n evenement organiseert. En hij vertelt over het meest intieme moment van die dag. Ja, het mooiste moment is lastig. Als ik er 2 mag kiezen, dan is het dat we uiteindelijk zelf in de auto bij Christian Prudhomme achter een renner aanreden. Ik weet nog precies wie het was, Lars Boom.
Ik word er weer een beetje emotioneel van. En dat Hans den Oudendammer, mijn co-projectdirecteur van Rotterdam Topsport en ik, elkaars handje vast zaten te houden. En je door al die mensenmassa's heen rijdt. De Tour is een ontzettend groot evenement. En naast het hele mediacircus en al die wielrenners is het logistiek ook een enorme klus. Het Utrechtse bedrijf Achterberg levert bijvoorbeeld alle toiletten, rijplaten, maar ook 12.000 dranghekken. Het zijn aantallen waarvan je gaat duizelen. Vlak voordat de Tour van start gaat, moet het hele parcours worden voorzien van duizenden dranghekken. Nico, wil je even met die 34 hierheen komen en een heftruck? Een megaklus voor het bedrijf van Frank Achterberg uit Utrecht. 4 en 5 juli, dan denk ik dat wij donderdag, vrijdag op zaterdagnacht, ja, met, je gaat toch in ploegendiensten werken. Het is wel 24 uur per dag invullen. En dan denk ik dat we in totaal toch 100 man op de lijst gaan zetten. Ja. Dit is het parcours van de eerste etappe en dit zijn de cijfers. Het bedrijf levert 20.000 rijplaten, 12.000 dranghekken, 800 bouwhekken, 700 wegafzettingen en 200 stroobalen. De materialen heeft Frank niet allemaal op voorraad, die komen uit heel Nederland. Utrecht neemt de hekken van Nederland in beslag. Nou, dat klopt eigenlijk ook wel. Zaterdag moet er dus heel veel gebeuren. Maar het werk zit er dan nog lang niet op. Zaterdag, als de tijdrit afgelopen is, gaan we letterlijk alle hekken oplaaien. Van die 12.000 die ik straks een keer gemeld heb, zijn er 10.000 die op de tijdritparcours staan. Die gaan we letterlijk allemaal weer opladen, afvoeren. En dan zondagochtend gaan we voor de tweede etappe gaan wij de hekken zetten. Dus ook op een hele andere locatie. Dan gaan we letterlijk onder de dom door. Als het peloton zondag de stad uitrijdt, dan is er van al dat werk binnen een paar uur niets meer te zien. Na de Tour gaan wij 's maandags gelijk weer met een verse ploeg beginnen om alles zo snel mogelijk in de oude situatie terug te brengen. Het personeel is er klaar voor, merkte Frank vorig jaar al, toen hij de klus bekend maakte binnen het bedrijf. Dat de mensen spontaan daarna zich kwamen melden van: Frank, wij zijn erbij. Steeds meer winkels in Utrechtse binnenstad die kleuren geel. En daar zitten af en toe echt pareltjes tussen. Ik liep van de week bij de Dom en toen zag ik opeens het volgende. Nou, dit zijn de speciale modellen, de paradewagens van Risla, propaangas en van de Tampesta, van de Vita Bril. Het is maar een greep uit de collectie van Kuipers Hobbyhuis. De hele vitrine staat vol met schaalmodellen van de reclamekaravaan uit de Tour. Voordat alle wielrenners kwamen, dan kwamen eerst deze wagens langs. Dat waren de paradewagens. De reclamekaravaan is al tientallen jaren onderdeel van de Tour de France. Dit zijn beelden uit 1953. Ook toen reden er al bijzondere auto's voor het peloton uit. De modellen die Tim heeft zijn door talloze wielerliefhebbers langs de weg gezien. We hebben verschillende generaties. Dit is van de jaren 60. Dit gebruiken we actueel. En dit is van de jaren, van de jaren 90 tot nu ongeveer. De schaalmodellen variëren in prijs. Sommige kosten rond de 40 euro. Maar de populariteit is er niet minder om. In Frankrijk vliegen de auto's als warme broodjes over de toonbank. De modellen in Frankrijk zijn inderdaad uitverkocht. En we hebben ons best gedaan. En we hebben dit nog kunnen regelen, ja. De Tour rijdt op zondag 5 juli letterlijk aan de etalage van Kuipers Hobbyhuis voorbij. Een bijzondere ervaring, vindt Tim. Normaal zie je dat op televisie. En dit jaar dan komen de renners natuurlijk echt om de hoek voorbij. Dus het is erg leuk om dat een keer mee te maken. Ook de feesten eromheen en alle activiteiten in Utrecht. Dat is wel een keer super, ja. Anderhalve eeuw Utrechtse fietsgeschiedenis. Hoe kwam de fiets in ons straatbeeld en waarom ging die eigenlijk nooit meer weg? Ik fietste even langs de tentoonstelling van het Utrechtse archief. Afstappen zullen de toerrijders zelf niet doen. Maar de toeristen die we die dag in de stad hebben, die hopen we zeker, of die periode, die hopen we zeker hier naar binnen te halen. En die toeristen die zien dan anderhalve eeuw Utrechtse fietsgeschiedenis. Vlakbij de Dom waar de tourcaravaan op 5 juli voorbij rijdt. In het museum staat bijvoorbeeld deze fiets waar het ooit mee begon. Eentje met een imposant voorwiel en nogal gevaarlijk. Aan de ene kant moesten ze voorbereid zijn dat ze gewoon met blauwe plekken of eventueel zelfs erger ervan afkwamen als ze gingen fietsen. Alleen niet iedereen durfde dat. Dus als je dat wel durfde, dan was je een held. De waaghalzen van toen zijn misschien wel de voorvaders van de huidige renners in het peloton. De tentoonstelling is ook voor een deel te zien in Hotel Karel V, waar tourdirecteur Christian Prudhomme straks slaapt. Als zij uit hun kamers komen, dan is het eerste eigenlijk waar ze mee geconfronteerd worden, is de afbeeldingen van de geschiedenis van het fietsen in Utrecht. Dynamo's zo groot als kleine waterkokers en voorlampen waarmee je een festivalterrein verlicht. Het is zomaar een greep uit de collectie. En met zoveel liefde voor de fiets ben je dan misschien een fietsfetischist.
Ja, of fietshobbyisten. Fietsfetischisten gaat misschien wat ver. Want ik weet niet of ze zo gefocust zijn, maar wel duidelijk fietshobbyisten. Oh ja, als u dacht dat fietsendieven een plaag zijn van de laatste jaren, niet dus. Componist Rijn van den Broek overleed bijvoorbeeld. Wie zult u denken? Ja, precies, Rijn van den Broek. Componist van de beroemde tune van Radio Tour de France. Generaties groeiden op met zijn compositie. Sinds gisteren is in het Spoorwegmuseum de tentoonstelling Parijs is nog ver te zien. Ik was bij de opening en er waren heel veel wielrenners. Maar wielrenners zijn niet meer langer gekluisterd aan hun fiets. Sommigen maken ook muziek, zoals Peter Winnen, die zong met de band Okobar. En Rob Harmeling pakte zijn gitaar erbij. Op vrijdag 3 juli gaat er iets heel speciaals gebeuren. Dan wordt in Utrecht een mega grote parade gehouden. Met zelfgebouwde wagens van Utrechtse wijken en instellingen. In Zuilen bouwen ze een wagen geïnspireerd op staal vanwege de oude staalfabriek die vroeger in die wijk stond. Ik ging even een kijkje nemen in de werkplaats. De vonken springen in het rond. Er wordt hard gewerkt aan de wagen en de tijd dringt inmiddels. Het Mali-gilde haalt alles uit de kast om een mooie wagen te bouwen. We zijn gevraagd door de organisatie van Tour de France om deze kar te maken. Vanuit een ruw idee samen met de Zuilense fanfare. Die een belangrijke rol in het geheel krijgt om het muzikaal op te luisteren. De Zuilense fanfare en de metaalbewerkers werken samen aan een nieuw te bouwen trots. Daarom is de tuba al aanwezig in de werkplaats. Wij hebben samen het plan opgevat om een mobiele staalfabriek te maken op wielen. Om de geschiedenis van Zuilen in die tourcaravaan te krijgen. De 6 meter lange wagen moet worden voortgetrokken door 50 man. De stoet is een Utrechtse parodie op de beroemde reclamecaravaan uit de Tour. Toch is het belangrijk om goed voor de dag te komen. En daarom wordt het druk geoefend. Ja, die moeten we even controleren. De wagen heeft ook 4 houtkachels aan boord en die moeten zorgen voor de special effects. Als we ze gewoon laten branden, dan krijg je dus en de warmte, vooral als het een koude dag is, dat kan maar zo. Maar ook die mooie rookpluimen, die horen ook een beetje bij het spektakel. Dus wat rook- en vuureffecten. 3 juli, dan moet de wagen klaar zijn en tot die tijd werken de mannen zich in het zweet. Uit het Museum van Zuilen komt nog de toeter die boven al het paradegeweld te horen zal zijn. Klinkt ongeveer zo. Schaften! Mooi ding, hè? Het verhaal van wielrenner Liewe Westra is heel bijzonder. Nog niet zo heel lang geleden lag hij als stratenmaker op zijn knieën om parkeervakken en straten aan te leggen. Maar vorig jaar won hij met zijn kopman Vincenzo Nibali de Tour de France. Hij kwam gisteren uit Friesland naar Utrecht gefietst en dat ging niet helemaal goed. Op een gegeven moment werd het een snelweg, dus toen hield het op. Ja, toen werd ik van de weg gehaald. Kent u het verhaal van de wielrenner die van Friesland naar Utrecht wilde fietsen? Profrenner Liewe Westra pakt het liefst de snelweg. Hij moet in Utrecht zijn voor de onthulling van een speciale toerstraattegel, ontworpen door winkeliers in de Nachtegaalstraat. We gaan vandaag zeg maar de eerste tegel leggen voor het Mali-kwartier. En het Mali-kwartier is Nachtegaalstraat, Burgemeester Rijksstraat. En dat is een speciale tegel die we hebben laten maken voor de Tour de France die naar Utrecht komt. Niet zo heel lang geleden was Liewe Westra in plaats van profrenner stratenmaker in Friesland. Tot 21 jaar, dus ik heb toch 6-7 jaar op knieën gelegen. De winkeliersvereniging vindt Westra daarom de perfecte man om de eerste tegel te leggen. De tegel moet een structureel aandenken zijn aan de toerstart. Het is de bedoeling zeg maar, dat de aankomende weken zullen er 200 gelegd worden hier in de straat. Van echt vanaf het Wilhelminapark tot en met de stad Schouwburg aan beide zijden. Zodat we als Mali-kwartier op de kaart gezet worden. Een ludiek moment hebben ter herinnering van de Tour de France. En een mooie winkelstraatroute. De tegel zit er goed in. En nu Westra toch in Utrecht is, maakt hij van de gelegenheid gebruik om het parcours van de tijdrit te verkennen. De grote voorbereidingen voor de Tour die lopen inmiddels al lang. Maar ook op kleine schaal worden er allerlei initiatieven nog georganiseerd. Zoals in Bunnik, daar breien dames voor de Tour.
En ook ik moest eraan geloven. We heten Bunnik Breit en dat is ook een beetje een grapje ontstaan. Maar de vrouwen nemen hun breikunstwerkjes bloedserieus. Insteken, af laten glijden, doorhalen. De vrouwen breien en haken erop los. Met de stel vriendinnen hebben we bedacht fietsen te gaan inbreien voor de Tour de France. Dus die willen we langs de Tour de France zetten. En zo willen we Bunnik op de kaart zetten. Kilometers gele wol moet er worden verwerkt. Tijd om de handen uit de mouwen te steken. Het omslaan en insteken, dat zit er aardig in. Het insteken zit er goed alleen, in. Alleen, je weet niet waar je in moet steken, zie ik. Nou, dat weet ik normaal heel goed. Juist. Gelukkig hebben de dames zelf ook problemen met het handwerken. Ja, ik heb ook wel met mijn naaldje af en toe per ongeluk in de band geprikt. De hamvraag, hoe fietst eigenlijk zo'n fiets met wol op de bandjes? Tijd voor een Tour de Biep. Ik zit er warmpjes bij, dus ik ga er vandoor. Jezus! Het is levensgevaarlijk dit. Je zit een beetje te hoog. Dat denk ik ook. Nou, we gaan de kant op. De Utrechtse organisatie heeft zijn eigen promo gemaakt voor de Tour de France. En die is groots en meeslepend. Dat het druk wordt tijdens de Tour, ja, dat is wel zeker. Maar de renners maken zich zorgen, want soms vliegen er zomaar kinderen over parcours of hangen er mensen met selfie-sticks over de hekken. Dat kan grote gevolgen hebben en daarom maken renners een speciaal filmpje over de veiligheid. Respecteer aan onze corredores. Protect your children. Respecteer onze inspanningen. Bescherm uw kinderen. Het wordt nogal een weekend voor Oudewater begin juli. De gemeente bestaat 750 jaar en dan komt op 5 juli ook nog de Tour de France op bezoek. Dat vraagt natuurlijk om een feest en dat doen ze hier op deze plek met een speciaal Frans fanplein. Er is nog geen renner in aantocht, maar vandaag is Oudewater alvast een beetje Frans. Er komt op 5 juli een groot plein dat zichzelf helemaal onderdompelt in toersfeer. De ingrediënten zijn daarvoor als volgt. Heerlijke Franse wijn. We hopen op een warme dag, dus lekker aan de witte wijn en aan de rosé uit de Provence. Lekkere Franse stokbrood met Franse kaas. Ja, zo gaan we er denk ik een gezellig feestje van maken. Wijnwinkel Grandevini en kunstgalerij Sille bundelen de krachten in het stadje. Kunst en wijn op 30 meter van de route. Komen ze daar vanaf de bocht en je kan precies het stuk over de rotonde zien. Dus dat is heel wijs. Tof, ja. Echt leuk. Top. Volgens galeriehouder Tamara zijn de kunst en tour een prachtige combinatie. Er zijn heel veel kunstenaars die altijd al wel met sport in de kunst bezig zijn. Maar er zijn ook een hoop kunstenaars die toch geïnspireerd worden door de dingen die nou allemaal gebeuren rondom de Tour de France. En ik denk dat het voor een hoop kunstenaars leuk is om met hun kunst deel te nemen aan een expositie die thema gericht is. Maar de wijn mag ook zeker niet ontbreken. De gekoelde rosé gaat open om alvast een slokje tourgevoel te nemen. Ook goed weer is belangrijk en dan lijkt niets een perfecte dag straks in de weg te staan. Het kan u de afgelopen week bijna niet zijn ontgaan. Deze versierde bomen in de binnenstad van Utrecht. Waar komen ze eigenlijk vandaan? Ik ging op onderzoek uit. Zelfs de bomen in Utrecht zijn niet veilig voor de toerstart in de stad. Nee, ze worden niet gekapt, maar krijgen wel een Frans jasje. 200 bomen krijgen een bolletjestrui aan. Wij wilden graag een bijdrage leveren aan de feestelijkheden in de stad. En zo kwamen we op het idee om bomen in te pakken met een bolletjestrui. De bolletjestrui associeert natuurlijk heel snel en direct met de tour. En geeft bovendien, denken wij, een heel feestelijk gezicht. Het aankleden van de bomen is een particulier initiatief. Ondernemers kunnen een versierde boom kopen. En een hoveniersbedrijf kleedt de bomen aan en fleurt de straten op. De stad wordt er wel een stuk vrolijker door met alle bouwputten die er rondomheen nu liggen. En voor de fietsers zal het straks ook wel heel veel aantrekkelijk worden. Dus volgens mij hartstikke leuk bedacht. Al de bomen zijn omwikkeld met hele gezellige gekleurde doeken.
Dat geeft een vrolijk gezicht. En dit is nou precies de bedoeling. Ik hoop dat de mensen blij verrast zijn. En dat we op deze wijze, met degene die de bomen supporteren, Utrecht op een creatieve manier nog meer op de kaart kunnen zetten. Uniekste wielertruien kun je nu van dichtbij bewonderen in Museum Catharijneconvent. En jij staat er natuurlijk weer met je neus bovenop, Floris Sprenger. Ja, hoe kan het ook anders? Want wat een waanzinnige tentoonstelling. Links de trui van Joop Zoetemelk, 38 jaar na heeft hem. Wereldkampioen 1985. En aan de overkant misschien nog wel een trui die je eigenlijk nooit ziet. De trui van de Brit Tommy Simpson. Hij overleed eind jaren 60 op de flanken van de Mont Ventoux naar een mix van rode wijn, amfetamine en een verzengende hitte die dag. En met een persoonlijke boodschap van zijn vrouw en kinderen erop. In memory of a great husband and father, Jane, Joanne en Helen Simpson. Heel erg bijzonder om deze trui hier in het echt te zien. Ja, en nog meer trui met bijzondere verhalen. Maar vandaag is er ook nog eigenlijk een soort onbeschreven pronkstuk aan de collectie toegevoegd, hè? Ja, vanochtend uit Parijs, daar kwam de TGV. En wat gebeurde er namelijk? De baas van de ASO, dus eigenlijk nog de bazin boven Tour directeur Christian Prudhomme, kwam die trui persoonlijk brengen naar Museum Catharijneconvent. Die trui werd uitgepakt, heel voorzichtig, en die werd op een pop gehangen, want alle truien hangen hier op poppen. Ja, en dan wordt er gezegd hoe bijzonder het is, want dit is de gele trui die straks op 4 juli om de schouders gaat van een renner. En we hebben nog veel meer bijzondere trui. De lapjestrui van Steven Rooks, de bergtrui. Ja, en zij zijn er ook, hè. Lance Armstrong en Floyd Landis. Deze overwinningen tellen niet echt meer. Maar goed, ze zijn er wel. Iconische gele truien. Wat recenter. Chris Froome en Alberto Contador. Maar dit is de trui die op 4 juli om de schouders gaat van de renner die hier de tijdrit wint in Utrecht. En is het Tom Dumoulin? Hij doet het fantastisch in de Ronde van Zwitserland. We hopen op een gele Nederlandse trui na 1989. En durf ik hem aan te raken? Een klein beetje met één vinger. We gaan het zien, 4 juli.